We hebben nu een quiz waarbij de vragen goed door het script worden verwerkt naar antwoorden. Maar het is misschien mooier als elke vraag een eigen venster had. En dat zou je kunnen oplossen met bijvoorbeeld een slider. Die gaan we dan dus ook gebruiken. We hebben hier een webpagina die door Google gevonden kan worden. Als je Slick Slider doorzoekt, dan kom je op deze website uit. Ik ga even naar de bovenkant. Slick. En je kunt hem daar dus gewoon downloaden. Hier kan hij naar beneden toe gaan en dan kan je de download van de Slick Slider krijgen. Dat hebben we dan ook gedaan. In deze slider, als je die wil installeren, heb je dan het script en het JavaScript nodig. We gaan die dan ook in onze mappen toevoegen. Als je de download uitpakt, heb je hier dus de Slick 1.5 map. En die kun je dan vervolgens bij Slick gaan kijken. En dan zie je hier het JavaScript van Slick. Hier is die geminified, dus die gaat wat sneller. Die ga ik dan ook hier kopiëren en hier plakken. En CSS gaan we ook kopiëren. En die gaan we natuurlijk plakken in de CSS map. Vervolgens gaan we ze met script koppelen. We gaan hier naar het index.html. En dat koppelen gaat natuurlijk bovenin. We gaan eerst op zoek naar de stijlen. We zetten daar het CSS mapje. En dan zoeken we naar de Slick stijl. En we gaan natuurlijk ook de plugin, de jQuery plugin, gaan we plakken. Dat doen we onder de jQuery. Het is een plugin. Zetten we boven ons eigen script. Script. Een SOC is JavaScript en dan de onderste. En die is dan ook gekoppeld. En als we kijken naar de gebruiksaanwijzing van Slick.js, dan gaan we kijken hoe dat hier beschreven staat. Je hebt een class waarin de slides zitten. Dat kan eigenlijk elk element zijn. Hier is het een voorbeeld dat het your class is. Je kan ook elk ander element in je HTML bekijken. In ons geval kan je dus zien dat als je naar index.html kijkt, dat er dus een verschillende sections zijn in de body. Zo zie je ze hier zo komen. Eigenlijk die H1, die zou je ook in een section moeten doen. Dat doen we later, dan is het echt noodzakelijk. Maar dit laat zien dat ze dus ook zonder die sections kunnen. Zonder de specifieke gelijken. Het maakt het wel overzichtelijk natuurlijk voor jezelf. Vervolgens koppel je hier de CSS, dat hebben we gedaan. We hebben ook het JavaScript gekoppeld en dan staat hier dat je hem dus binnen nog moet initialiseren. En daarvoor hebben we document ready. Binnen de document ready function moeten we dan de parent element selecteren en dan Slick meegeven. Dat gaan we dan ook doen. Dus we gaan nu naar onze script. We gaan hier bovenin kijken, helemaal bovenin. Schrijven we dus, selecteren we dan de body met jQuery. En dan is dat punt Slick. Op dat moment zou die moeten werken. We verversen de pagina. En we zien hier test je kennis en hieronder staat dan die previous en next button. Klik je erop, dan ga je naar het volgende schilderij. Of nog een keertje verder, of nog een keertje terug. We hebben dus nu dus al een mogelijkheid dat we dan kunnen werken. We gaan nog even terug naar de documentatie van die Slick Slider. Die zijn de settings. En we kunnen bijvoorbeeld hier bijvoorbeeld een aantal settings vinden die we dan bijvoorbeeld kunnen neerzetten. De arrows, dat zijn die previous en next buttons, die wil ik eigenlijk weghalen. Dat gaan we dan ook proberen.
Dus we gaan hier, arrow staat standaard op true. En die zetten we dan nu op none. Daarvoor moeten we binnen die slick hier zo aqualades plaatsen om de argumenten in te voeren. En we klikken hier dus voor arrows. En die geven we dan als waarde false. En op dat moment gaan we kijken wat dat voor resultaat geeft. Command refresh. En dan hebben we dus inderdaad geen arrows meer. Daar kunnen we helemaal niet meer werken. Maar we gaan zelf onze eigen knopjes toevoegen. Dus we gaan in de HTML toevoegen een button. En dat is dan in deze, hier, dit geval, H1. En we geven een button bij. En die geven bijvoorbeeld een class volgende mee. En die kunnen we bijvoorbeeld tussen schrijven naar de vragen. Deze button staat naast de H1 en dit worden dan twee aparte slides, want het zijn allemaal children van die body, net als de sections. Dat is natuurlijk niet wenselijk, dus we moeten deze dan vervolgens ook nog Command-Shift-A in een section plaatsen. Zodat ze in ieder geval allebei te zien zijn. Goed. Dan kopiëren we deze button en die zetten we dan in vraag 1 erbij. En we zetten er nog één bij en dat is de terugknop. Nou, voor de user interface is het vaak handiger dat die boven komt. Dan komt die er links van. En deze heet dan volgende vraag. En hier zetten we dan class volgende. Dat is hier de class vorige. Daar moet iets anders mee gebeuren met het script als dat die daarin staat. Deze twee kan je dus samen kopiëren en naar de andere slides true toegeven. Dus binnen de section, na de opsomming van de alternatieven, zou je ze erin kunnen zetten. Goed. Dit is opgeslagen. Vervolgens gaan we terug naar ons script en we gaan er daar iets aan toevoegen. Dit is natuurlijk om te starten. Even hier zo eventjes de slider activeren als comment. En we gaan hier dus nu zeggen acties voor volgende. Deze moeten we dan dus commenten. En de vorige knop. Pen. Goed, selecteren we hem dan. En dan is dat dit dus selectie. En dan is dat punt volgende. Je kan ook zeggen button en volgende. Punt klik. Dat is dus weer het event wat we al met jQuery vaker hebben geoefend. Function. Wat weer twee parameterhaakjes heeft en dan de acties. En dan selecteren we de body en dan moeten we eventjes kijken in de mogelijkheden die Slick geeft. En die staat wat lager. Hier is go to, is bijvoorbeeld hier Slick Next is een mogelijkheid. En dat is dan degene die we dan nodig hebben voor de volgende. En Slick Pref zal van de vorige zijn. Dus we gaan dan naar ons script. En dan schrijven we dus, we selecteren opnieuw de body. Punt Slick. En dan geven we daar als argument mee Slick Next. Dat gaan we even testen. Nee, is dit argument klaar. We staan op. We gaan verversen. Naar de vragen staat hier nu een knopje bij. En als we erop klikken gaat hij naar de volgende vraag. En dan weer naar de volgende vraag. En dan weer naar de volgende vraag. En daar hebben we natuurlijk nog geen knoppen toegevoegd.
Dit werkt dus. We gaan dus nu hier naar dit verhaal natuurlijk ook nog een keer zetten voor de vorige knop. En dan is het slick prev. En dan hebben we dus eigenlijk een interface gemaakt die je verder kan vormgeven en gebruiken. We gaan hier naar de vragen. Hier is het terug. We kunnen nog een keer naar de vragen. En naar de volgende en weer terug. Zo op die manier kan je dus de hele quiz doorgaan. Hier staat dus nog niets onder. We kunnen dan dus alleen dit. Het enige wat we moeten toevoegen is dus dat we deze twee elementjes hier zo bij elk van de vragen moeten plaatsen. Je kan misschien ook wel zeggen van als ik bij de laatste ben. Dan is ik hier zo bij de UL. Zet ik daar niet volgende neer, maar als we dan de laatste vraag hebben naar de antwoorden. En hier bij de uitvoer kunnen we hem ook nog een keertje toevoegen. Maar dan zetten we dus geen. Dat is hier de class vorige. Oh, die staat hier zo. En dan hebben we daar alleen de terugknop nog nodig. Goed. Dan denk ik dat we met de slider een aardig eind gekomen zijn. Kunnen we misschien nog een kleine toevoeging doen. We gaan eerst nog even deze wel langslopen. We geven hier eens volgende en volgende en volgende. En ook hier volgende. Zo kan je weer terug. En naar de antwoorden. Waarna je ook weer terug kan. Deze laatste knop kan dus eigenlijk ook weer voor de interface, voor de user interface, beter bovenaan staan. Oké. Opslaan.